Marian Steijaert, heeft u met Quand mon mari, een klassiek Frans chanson met een lichtvoetige tekst van Orlandus Lassus, muzikaal verwelkomd op deze plechtige zitting. Het academische welkomstwoord krijgt u van professor Jacques Willems, rector van de Universiteit Gent. Excellenties, collega's rectoren, eergenodigden, collega's, dames en heren. Het verheugt mij u namens de Universiteit Gent hier talrijk te mogen verwelkomen. In het bijzonder wil ik de aanwezigheid begroeten van zijn excellentie de heer Rowell, ambassadeur van Nederland, de heer Noble, vertegenwoordiger van de ambassadeur van Frankrijk, de heer De Klerk, de Eemscommissaris, die de minister van Onderwijs vertegenwoordigt, de heer De Grave, eerste voorzitter van het Hof van Beroep, de heer De Graaie, eerste voorzitter van het Arbeidshof, de heer Schins, procureur-generaal, rector Oosterling van de KU Leuven, rector De Cler van het RUCA, rector Martens van het Limburgse Universitair Centrum, professor De Kuyperen, vertegenwoordiger van de commandant van de Koninklijke Militaire School. De regeringscommissarissen bij de andere instellingen, de heren Bosmans en De Groof, de heer De Schrijver, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de heer Haberjans, arbeidsauditeur te Gent, en de heer De Vriese, arbeidsauditeur te Dendermonde, de parlementsleden De Krem en Van Horenbeke, professor Schamp, vastsecretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, de vertegenwoordigers van het IWT, de heer Verkruijsen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de leden van de Hogere Magistratuur, de vertegenwoordigers van de provinciale gemeentelijke overheden en van het bedrijfsleven en de heer consuls. Uiteraard verwelkom ik eveneens de talrijke aanwezigen van de Gentse en andere academische gemeenschappen, waarbij ik in het bijzonder wil vernoemen vicerector De Leenheer, de beheerders Overijs en Mangeleer, de afgevaardigd bestuurder van de Universitair Ziekenhuis Gent, de heer Ringbrecht, de decanen, de leden van de Raad van Bestuur, de ererectoren De Meijer en De Vreker, erevicerector professor Kind, de eredoctoren die van deze universiteit deze onderscheiding in het verleden mochten ontvangen, de heren Bruck, van Kunitsky en De Leur, de vele collega's van andere universiteiten en van deze universiteit, de vrienden en kennissen van de vandaag gevierde eredoctores, die door hun talrijke aanwezigheid blijk geven van een sympathie voor de vijf nieuwe doctores honoris causa. En uiteraard, last but not least, heet ik de nieuwe doctores honoris causa van harte welkom in deze aula, de collega's Chambon, Cabron, De Mijn, Peppas en Van Vught. Last but not least, I want to welcome our guest of honor, to whom during this ceremony we will confer the honorary degree of our university. We welcome, dear guests, and thank you for having accepted our invitation. To you who do not speak Dutch, I apologize that during most of this ceremony, our language, the Dutch language, will be used. I hope that nevertheless, you will be able to follow what's going on. The fact that we use the language of our people is obviously not a lack of hospitality towards you, but a symbol of our pride and our love for our own language, which we want to use during the celebration on the anniversary day of the foundation of our institution. I am sure you will understand this. Je viens d'expliquer à nos invités la raison pour laquelle la majeure partie de cette cérémonie académique se déroule en néerlandais, la langue de notre communauté, une langue que certains d'entre vous ne comprennent pas.
Ce choix de l'émirée s'explique par l'histoire de notre communauté flamande en général et de cette université en particulier. Les générations qui nous ont précédés ont dû mener un long combat avant d'obtenir la langue flamande, la langue néerlandaise comme langue académique. L'Université de Caen a été la première dans cette région flamande à atteindre ce moment historique et nous en sommes fiers. Je suis persuadé que vous comprenez la réelle signification de notre démarche, nullement inspirée par un défaut de courtoisie envers nos invités. Loin de là. Excellenties, dames en heren, op deze dag herdenken wij de stichting van onze universiteit en op deze dag willen wij de waarden die wij als universiteit hoogschatten benadrukken. In het bijzonder willen we daarom hulde brengen en de hoogste onderscheiding van onze universiteit uitreiken aan een aantal eminente persoonlijkheden die buitengewone prestaties hebben geleverd in verband met de opdrachten, met de missie van onze universiteit en die al dus de waarden waarvoor onze universiteit staat symboliseren. Vorig jaar heeft onze Raad van Bestuur een expliciete opdrachtverklaring opgesteld en goedgekeurd. Hoewel wij uiteraard ook daarvoor reeds wisten wat onze opdracht, wat de doelstellingen van de universiteit als onderwijs- en onderzoeksinstelling waren, heeft deze oefening ons toch verplicht expliciet na te denken over de prioriteiten, over de betekenis en de rol van de universiteit op het einde van de 20e eeuw en naar de 21e eeuw toe. Heer prominente, dames en heren, geachte collega's, chers clochons, à mon tour de m'excuser auprès de vous, et comme je vous ai remis hier le texte, je crois aussi fidèle que possible de l'éloge que je vais faire de vous, vous n'êtes pas tout à fait sans savoir ce que je vais dire à votre sujet. Professeur Emeritus Claude Champeau is niet enkel intellectueel en moreel sterke persoonlijkheid. Hij is ook, zoals terecht vermeld in het gedenkboek, uitgegeven naar aanleiding van zijn emeritaat, een man met vele facetten. Jurist-hoogleraar, gepromoveerd als eerste in de concours d'agrégation de droit privé in 1963, hoogleraar vandaag op emeritaat aan de Universiteit de Rennes. Titularis van de leerstoel handelsrecht was hij gedurende meerdere decennia leider en bezieler van het Institut d'administration des entreprises van deze universiteit Rennes. Hij is een wetenschapper van hoge hand. Zo is hij, buiten de vele andere titels, geassocieerd lid van de Koninklijke Academie van België. Jurist practicus ook, als advocaat bij het Hof van Beroep te Rennes. Jurist-beheerder tevens in de eigen Universiteit van Rennes, waarvan hij het voorzitterschap, dus het rectoraat, waarnam van 71 tot 75, maar ook op hoger universiteit beleidsvlak, als vice-president de la conférence des présidents d'université. Maar ook jurist-beheerder op het hoogste beleidsniveau in zijn regio, zijn zo geliefde Bretagne. Deze getalenteerde jurist heeft inderdaad niet geaarzeld om zijn brede maatschappelijke kennis, zijn juridische talenten en zijn dynamisme ten dienste te stellen van het hem zo dierbaar Bretonse volk door zich kandidaat te stellen voor verkiesbare mandaten. Conseiller municipal de Rennes, conseiller régional de Bretagne, président du comité consultatif régional de recherche et développement, conseiller général, vice-president du conseil général d'Ille-et-Vilaine, zijn zo vele verkiesbare beleidsmandaten die hem de mogelijkheid hebben geboden om zijn creatieve ideeën, gesteund op een grondige kennis van het recht en maatschappij en van de maatschappij, in de praktijk om te zetten. Claude Champeau was eveneens voorzitter van het comité économique et social de Bretagne en zetelde in de Raad van State. Dynamisme, fysieke en intellectuele kracht gaan gepaard met gevoeligheid. Hij houdt van schoonheid, van alle vormen van kunst en is bijzonder gevoelig voor mooie taal en zinsbouw,
waartoe zijn studies in de letteren hem hebben voorbereid. Zijn geschriften lezen is een waar genot. Het zijn die eigenschappen die van hem een eminent lid maken van de Commission Nationale de l'Inventaire Général des Monuments et Recherches Artistiques de la France. Aan zijn dynamisme en zijn liefde voor het behoud van het Frans cultureel erfgoed is de snelle wederopbouw te danken van het prachtig 17e-eeuws gebouw van het Hôtel du Parlement de Bretagne, symbool van de Bretonse eigenheid dat in één nacht door de vlammen was verdeeld en waarvan ik helaas enkel de smeulende ruïnes mocht aanschouwen bij mijn verblijf in Rennes in 1994, naar aanleiding van een colloquium georganiseerd door Loos-Champion. Het wezen me toegelaten een persoonlijke noot toe te voegen aan dit onvolledig en onvolmaakt portret. Als zoon van Bretagne, land met stevige landelijke traditie, maar ook land gericht op de zee en haar brede horizonten, verenigt Loos-Champion bij de beide hoedanigheden. Zijn realiteitszin en zijn pragmatische intelligentie dankt hij wellicht aan zijn diepe landelijke wortels, die tevens de oorzaak zijn van zijn trouw aan zijn geboortestreek, maar vooral van zijn inzet voor de Bretonen en het daaruit volgend regionaal politiek engagement. Maar zoals de zeeman reikt zijn gezichtsveld steeds verder naar bredere gezichtsvelden, de droom van een betere wereld en zijn grensverleggende ideeën. Beiden zijn de voedingsbodem van zijn humanisme. Cher Claude Champeau, vous êtes une figure de proue qui a contribué par ses écrits et son enseignement à l'élaboration du droit économique et du droit des affaires, fondée sur une analyse fine de la réalité sociale, une réflexion prospective approfondie, la conscience de responsabilités sociales et un souci constant du bien-être des hommes. Votre thèse sur le pouvoir de concentration de la société par action, qui vous a valu en 1961 le titre de docteur en droit avec mention très bien et prix de thèse, témoigne déjà de ses qualités, mêlant étroitement le droit, l'économie et la gestion. Après une analyse en profondeur des aspects juridiques des groupements de société, vous en tirez des conclusions concernant les rapports entre pouvoir économique et pouvoir politique, et soulignez que le pouvoir économique des groupes de société est si important qu'il induit nécessairement un pouvoir politique. À cette époque déjà, vous mettiez en garde contre ce phénomène. Ces mêmes qualités, je les ai fortement appréciées lorsqu'en votre qualité de président de l'Association internationale de droit économique, vous avez dirigé les discussions entre professeurs argentins, brésiliens, espagnols, portugais, français, allemands et moi-même, qui ont abouti à un projet concurrence et consommation subsidié dans le cadre des projets européens Alpha. Que dure de meerdere décennia, was Claude Champeau de leider en de bezier van wat men plicht te noemen l'école de Rennes, met een ondernemingscultuur niet uitsluitend op boeken gesteund, maar tevens op de werkelijkheid, die vrijheid en met verantwoordelijkheid laat gepaard gaan en met een humanistische ondernemingscultuur, ontstaan uit de overtuiging dat de privé-onderneming als dusdanig niet mag leiden tot privé-verrijking, maar de rol moet vervullen van factor van economische rijkdom en werkgelegenheid. Zijn vernieuwende ideeën over recht in het algemeen en economisch en ondernemingsrecht in het bijzonder zijn vervat in een tiental boeken en bij de 100 artikelen, noten, rapporten, synthese, verslagen van Colombia enzovoort. Zijn chroniek van de rechtspraak in het toptijdschrift Revue du droit commercial et du droit économique en zijn hoedanigheid van hoofdredacteur van de Dictionnaire permanent de droit des affaires en van Repère synthèse et perspective pour l'entreprise, van Repère juridique pour l'entreprise en van Vie juridique getuigen van zijn invloed op de praktijk, niet enkel van de rechtspraktici, maar ook van de bedrijfswereld. De hiertoe bedeelde schaarse minuten laten niet toe de rijkdom, de vele facetten en nuanceringen weer te geven van zijn vernieuwende ideeën, waardoor de meester de laudatio uitspreken voor professor Peppers. Excellenties, geliefden. Professor Nicolas Peppers is hoogleraar aan de Purdue University. Hij werd geboren in Athene
in het jaar 1948 in een familie met een lange wetenschappelijke traditie. Zowel zijn vader, zijn grootvader als overgrootvader waren bekende academici en professoren. Misschien nog wel verder in zijn voorgeschiedenis. Hij behaalde in 1971 het diploma van scheikundig ingenieur aan de Nationale Technische Universiteit van Athene. In 1973 werd hij dokter in de wetenschap aan het MIT. Daar werd hij samen met professor Edward Mill een van de pioniers in het domein van de biopolymeren. Van 1974 tot 1976 verrichtte hij postdoctoraal onderzoek in het Centrum voor Arteriosclerose, ook in het MIT, met de professoren Clark Holty en Robert Lees. In 1976 werd hij docent aan de Purdue University, waar hij tot op heden zijn vruchtbaar onderzoek leidt. Hij promoveerde er in 1978 tot wat wij hoofddocent zouden noemen en in 1982 tot hoogleraar, of gewoon hoogleraar. De Purdue University benoemde hem in 1973 tot Showalter Distinguished Professor of Chemical and Biochemical Engineering. Hij was dan ook de jongste hoogleraar in de geschiedenis die ooit die eretitel mocht ontvangen als erkenning van zijn uitzonderlijk onderzoekswerk op het vlak van biomedische engineering en van biomaterialen. Dit zijn nu juist de vakgebieden waar Nicolas Pepas veelvuldig en vernieuwend onderzoekswerk heeft geleverd. Hij werd internationaal bekend voor zijn werk op het vlak van de bereiding, karakterisatie en de evaluatie van hydrogenen op basis van polymeren. Hydrogenen worden onderzocht en gebruikt als dragers bij de gecontroleerde afgifte van geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld peptiden en eiwitten. Zijn werk heeft dan ook geleid tot een serie nieuwe ontwikkelingen van systemen voor gecontroleerde vrijgave van geneesmiddelen, met name pH-gevoelige, temperatuurgevoelige, bio- en mucoadhesieve systemen. Hij was de eerste die reeds in 1984 gemoduleerde vrijstelling van fibrinolytische enzymen ontwerpte. Daar heeft hij ook een affiniteit met ons. Hij creëerde ook nieuwe materialen voor harde, zuurstofdoorlatende contactlenzen en voor de reconstructie van stembanden. En dat kan zo gelukkig zijn als we problemen hebben. Dit is maar slechts een heel kleine selectie van een heel grote reeks creaties die hij volbracht. Het resultaat van deze indrukwekkende onderzoeksactiviteiten van Nicolas Pepas vinden we onder andere terug in een 600-tal publicaties en 12 patenten. Hij is mede-auteur of mede-redacteur van een 25-tal boeken, waaronder het heel bekende 3D standaardwerk Hydrogels in Medicine and Pharmacy. Hij gaf meer dan 200 voordrachten op uitnodiging en meer dan 500 wetenschappelijke mededelingen in 32 landen over de wereld. Hij staat reeds sinds 1981 tot op heden als tweede gerangschikt in de lijst van de meest geciteerde auteurs in het domein van de farmaceutische wetenschappen en van het geneesmiddelafgifteonderzoek. Om een idee te geven, hij werd meer dan 12.000 maal geciteerd in wetenschappelijke artikels. Sinds 1982 is hij ook hoofdredacteur van Biomaterials, het belangrijkste tijdschrift in dit domein. Hij is co-redacteur van 10 andere heel belangrijke tijdschriften. Nicolas Pepas was en hij is nog altijd bijzonder actief in talrijke wetenschappelijke verenigingen. Hij is past president van de Controlled Release Society, een van de grootste wetenschappelijke verenigingen ter wereld. Vanuit deze vereniging ondersteunde hij het starten ook van lokale Controlled Release Societies over de ganse wereld. Voor zijn baanbrekend werk werd Nicolas Pepas bekroond met meer dan 50 lokale en internationale onderscheidingen die ik u hier niet zal meedelen. Later in dit voorjaar, dus wij waren de eerste, zal hij tevens de titel van Dr. Honoris Causa ontvangen van de Universiteit van Parma. Zijn studenten worden ook in de volksmond Pepameren genoemd. En zijn bewonderaars zou ik de Pepafans willen noemen. De faculteit Farmaceutische Wetenschappen
heeft de eer Nicolas Pappas wegens zijn uitzonderlijke wetenschappelijke verdiensten een eredoctoraat toe te kennen. Dear Professor Pappas, your fundamental work and the many fruitful discussions have inspired myself and also my co-workers to explore the field of hydrogels in drug delivery and also on enzymes. We are your Pappas too, and we are very happy to be together in this ceremony with one of the most cited pharmaceutical scientists in the world. Your research on drug delivery results in inventions that help our patients to have their medication directed to the right side of their body at a controlled release rate. I know that you want to build bridges between your pure and real worlds. As maybe you don't know that, but as we have excellent bridge building engineers here in our Faculty of Applied Sciences in Gento, maybe we could be built together with you a strong bridge from Ghent to Purdue. Moreover, as a very active writer, books and opera, not many people in this audience know this, you could build bridges between music and science. Maybe your scientific research on vocal cord reconstruction will help opera singers able to sing better. The Faculty of Pharmaceutical Sciences is proud to have you nominated for the degree of Dr. Honoris Causa. On behalf of our faculty, it's my pleasure to present you our most sincerest congratulations. Meneer de Rector. Meneer de Rector, mag ik u verzoeken om hier tegen Dr. Honoris Causa aan professor Pappas te overhandigen. Dank u. Bestuurscollege verleen ik in naam van de Universiteit Gent op voorstel van de faculteit farmaceutische wetenschappen het diploma van Dr. Honoris Causa aan professor Nicolas Pappas voor zijn wetenschappelijke verdiensten op het gebied van de hydrogelen en de gecontroleerde vrijgave van geneesmiddelen. Pioneer in drug delivery, born
in Athens and one of our former students at MIT. Professor Dr. Franz von Vogt, nominated by the Faculty of Political and Social Sciences. Born in Montfort, the Netherlands, Rector Magnificus of the Twente University in Enschede, leader in public management and policy science, who obtained his degrees at University of Utrecht and from Twente University. And of course, I am deeply honored by the nomination of the Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. All five of us would like to express our appreciation of the thoughtful actions of our promoters, Professor Mejieres, Professor Verkreiser, Professor De Meester, Professor Van Holland, and Professor Van Dunn. All of us who are being honored today have worked hard and enjoy very much the work in our fields. But to know that a university of such great history, prestige, and prominence would show such appreciation of our accomplishments has great meaning to us. We are so pleased to come to this incredibly beautiful city to visit with and meet the officials, faculty, staff, and students of this university and share the excitement of this impressive ceremony, and also to have invited with us members of our families who have given so much of their lives so that we could attain honor in our fields. They also appreciate your generous hospitality. We thank you so much for your generous considerations of us and our careers. Thank you.